Ja, Pauline, we hebben heel veel mensen gesproken. Is er nou één verhaal waarvan je denkt, dat ga ik nooit meer vergeten? Ja, ik denk een, dat ene verhaal van het meisje van een jaar of zeven. Zij was met haar ouders en er waren nog twee kinderen, waren ze gevlucht van Jordanië naar Egypte. En op een dag zei zij tegen haar vader, pap, sinds wij christen zijn geworden, zijn we gevlucht. We hebben een kleiner huis, we hebben minder spullen, we zien opa en oma niet meer. Uh, Ooms en tantes niet meer. En toen kwam er een heel verhaal van het meisje. En dat wij elkaar aankeken, wat ga je dan als vader zeggen? En die vader had gevraagd: zou je nog terug willen dan? En dat meisje zei toen: Nee, want er is niets mooiers dan Jezus. Ja, bijzonder hè, voor zo'n jong meisje, zeven ja. jaar. Ja, wat een uitspraak. En dat herinnert mij er ook wel weer aan hoe bijzonder God ook kan werken in kinderen. En hoe hij zijn Heilige Geest ook kan geven aan kinderen. Ja, dus dat, uh, dat blijft me bij.